Hoi, en leuk dat je kijkt naar deel 2 van deze video. Ik was met de vorige video bezig en toen zag ik een manier dat ik makkelijk ook een maandprijs kan berekenen. Dus die wil ik graag met jullie delen, dus vandaar deze video. Heb je de vorige video nog niet gezien? Kijk dan eerst die eventjes. Dan weet je een beetje waar het over gaat. En dat is wel wat handiger. Heb je hem al wel gezien, dan kunnen we zo gewoon meteen gaan beginnen. Voor deze flow heb je een Belerotic nummervariabele nodig. Dus heb je die nog niet, maak die dan eventjes. En als je dat gedaan hebt, dan kunnen we in de flow editor verder gaan met het maken van de flows. We zijn nu in de flow editor en ik ga de flows erbij pakken. Als je een nummervariabele hebt gemaakt in Belerotic, dan gaan we eerst naar de flow die we al gemaakt hadden. En nu zie je 4 kaarten in de 10 kolom staan. En dat is kaart increment nummervariabele, die hebben we toegevoegd. Als we even naar kijken, dan selecteer je hierboven weer de nummervariabele die je gemaakt hebt, in dit geval in Belerotic. Bij nummer, daar voeg je de tag netto prijs toe, die we in de rest van deze flow al gebruikt hebben. Dan zal hij elke dag netjes de netto prijs toevoegen aan die variabel en dan telt hij hem netjes op. En dan krijg je uiteindelijk aan het eind van de maand heb je een maandbedrag. Voor deze kaart zitten we wel in delay van 5 seconden. Want dan kan hij dus eerst, net zoals bij de vorige kaarten, kan hij eerst rustig de prijs berekenen. En kan hij daarna kan hij het wegschrijven naar deze variabelen. Dus als je die kaart gemaakt hebt, dan kan je hem opslaan en dan is deze klaar. Dan wil je natuurlijk ook elke maand even een berichtje krijgen van de energieprijs. Dus daarvoor maken we een nieuwe flow aan. En dan maak je deze flow. Waarbij je in de als-kolom weer een tijdskaart zet. En ik heb hier dezelfde tijd als de vorige flow, 23:59. Alleen we willen natuurlijk maar één keer per maand dat berichtje krijgen. Dus we voegen in de N-kolom een extra kaart toe en dat is deze kaart. En dat het einde van de maand is en dan selecteer je vandaag. Je kan eventueel ook nog andere voorwaarden toevoegen. Dan kan je ook zeggen over 28 dagen of over 15 dagen of over morgen of morgen. Maar ik selecteer vandaag. En in de dan-kolom zetten we weer een mobiel kaart. En daar selecteer je bij de search weer de gebruiker die het begin krijgen. En bij tekst vul je weer de teksten die je zelf wil hebben. Alleen nu voeg je een tag toe die je de maandbedrag weergeeft. En dat is in dit geval de Belerotic tag. Die kan je daar aan toevoegen, dan krijg je netjes het maandbedrag in het berichtje. En op deze kaart heb ik een delay van 2 minuten gezet. En ik heb 2 minuten gedaan omdat om 23:59 wordt met die andere flow wordt de prijs berekend. En om echt het volledige maandbedrag te krijgen, moet het berichtje iets later verstuurd worden. Dus ik heb hier voor 2 minuten gekozen, zodat je echt heel het maandbedrag hebt. Dat je ook het bedrag van die dag zelf erbij hebt. Dus daarvoor heb ik een delay van 2 minuten erop gezet. Als je die kaart hebt gemaakt, dan voeg je nog een kaart toe, set nummervariabele. En dan selecteer je bij search selecteer je de nummervariabele die het maandbedrag optelt. Bij nummer zet je 0 en dan zet je een delay van 3 minuten op. En met deze kaart zal die de variabele weer op 0 zetten, zodat je elke maand gewoon weer op 0 begint. En we zetten een delay op van 3 minuten, omdat je eerst even het berichtje natuurlijk moet versturen. Dus als je het berichtje verstuurd hebt, een minuut later dan. Zal die netjes op 0 zetten en zal de maand weer netjes opnieuw beginnen. Dit is hoe je
maandbedrag berekend. Vond je het nou een leuke video? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Mocht je nog vragen hebben, laat ze even achter hieronder in de reacties. En vergeet je ook niet te abonneren op dit YouTube kanaal. En klik dan ook even het belletje aan. Dan krijg je elke keer een berichtje als ik weer een nieuwe video post. En dan zie ik jullie graag weer bij een nieuwe video.